Dat is nogal inkomen, hè? 3-0 winnen, jouw eerste wedstrijd in dat eerste elftal. Wat doet dat met een jonge man? Ja, dat is heel fijn. Hè? Dat is heel fijn gevoel. Fijn om die kansen te krijgen en dan ja, probeer die kansen te grijpen. Dat heb ik wel vandaag wel gedaan, denk ik. Hoe heb je het ervaren? Want ja, jullie waren wel zeer sterk, hè? Ja, het liep goed vandaag. Ja, de eerste helft vooral was heel goed. De tweede helft verliep iets minder. Maar de vermoeidheid begon ook te komen. Ook. Ja, dat voelde je toch ook wel persoonlijk, van dat het toch een grote stap is van de belofte naar het eerste elftal. Maar ja, het ging wel. Hoop je op meer? Ja, natuurlijk. Ja, dat is altijd wel ja, de droom van meer. Maar ja, vooral rustig aan. Blijven hard werken en dan komen die kansen wel, denk ik. Het gaat wel, ja, het gaat wel snel, hè, voor jou. Nu de nationale U19 nog. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is een heel andere ervaring ook weer met allemaal jongens van eigen leeftijd die ja, vooral allemaal in de eerste klasse spelen. Sommigen zelfs in het buitenland en ja, dat is ook wel een grote ervaring, daar leer je veel bij ook. Ook trainer Gert Verheijen, ook een zeer goede trainer natuurlijk en ja, die brengt ook weer heel veel dingen bij.